Aitora Torsdottir is op haar 17e de beste turster van Nederland op de meerkamp. Dat bewees ze eind juni op het NK in Rotterdam. Dat meetelde als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Ja, je bent vanaf kleins af aan, klein meisje, zeg je al, ik wil naar de Olympische Spelen. En dat zeg je tegen al je klasgenootjes. En die klasgenootjes zeggen, ja, leuk. Nou, als jij dan later op de Olympische Spelen komt, dan ken ik een Olympiër, weet je, dat soort dingen. En dan zie ik je op tv. En ja, je praat er allemaal wel over als klein meisje. En je hoopt dat het ooit waar komt, maar dat het dan ook echt gaat gebeuren, dat is dan eigenlijk wel een beetje als een droom of zo. En ik heb wel mijn doel gehaald, weet je wel. Iedereen roemt Torsdottir om haar sierlijkheid. Ze is bij uitstek een artistieke turnster. Behoort mede daardoor op het onderdeel vloer tot de top van de wereld, volgens Kennis. En ze heeft de bereidwilligheid om er alles voor te doen. Maar dat ze de Spelen zou halen, daar zag het 2 jaar geleden niet naar uit. Een onduidelijke rugblessure hield haar 2 maanden aan de kant. De onderzoeken naar de oorzaak hielden 1 jaar lang aan. Er was iets met mijn tussenwervelschijf of zoiets, daar was een hapje vanaf. En dat is het nog steeds. Maar in principe zeiden heel veel artsen dat ze dat wel vaker hebben gezien. En dat sommige mensen daar dus last van hebben, maar sommige mensen niet. Dus dan werd het een beetje onduidelijk of die pijn daar vandaan kwam. En ja, daarom was het eigenlijk gewoon een heel jaar zoeken daarna. En ja, dan uiteindelijk, toen kwam ik terecht bij osteopathie Martijn de Groot. En nou ja, dat was gewoon een soort van mijn redding. Dat was mijn laatste hoop. En gelukkig was dat precies hetgene wat ik nodig had. 2 maanden is sowieso voor een turnster heel lang. Want wij hebben natuurlijk maar 1 keer per week een vrije dag. En als je dan 2 dagen vrij bent, dan maakt het al best veel verschil in je patroon, hoe je verder traint. Dat merk je ook aan je lichaam. Dus als je er 2 maanden uit zit, dan dat is echt heel lang. Maar ook natuurlijk om positief te blijven en er gewoon in te blijven geloven, dat is ook wel wat pittig. Ja, ik denk dat er veel gezonde dingen bij zitten eigenlijk. Maar natuurlijk, ja, dat je elke dag je lichaam soort van martelt. Dat is natuurlijk niet helemaal gezond, maar als je echt een doel hebt, dan werkt het denk ik wel verslavend. Dat je echt gewoon naar perfectie streeft en dat je steeds meer wilt of zo. Je wilt steeds meer van jezelf. Haar doel was de Spelen halen. Nu is er een nieuw doel. Het beste van zichzelf laten zien in Rio. Ik hoop dat ik wel misschien een meerkampfinale haal. En misschien een balk- of vloerfinale. Het zou wel echt super vet zijn. En dan staat alles open. En dan hoop ik gewoon het beste uit mezelf te halen. De concurrentie is groot. Ik ben natuurlijk nog 17. En ik kan wel gaan zeggen, ik ga voor goud. En ik wil dat zo graag halen. Maar je moet wel realistisch blijven. En natuurlijk mag je erover dromen en ervoor vechten. En dan zien we wel waar we eindigen, weet je wel. Als ik maar gewoon mijn best heb gedaan en hopelijk alles eruit heb kunnen halen. Er wordt steeds spannender hier op het NK.